Waar ik het daar straks een paar keer over gehad heb. We zitten hier dus aan de rand van het campusplateau. Inkervingen in deze steen, die dus de sporen zijn van het scherpen en het platmaken van de handbijlen. Dus dat die mensen een speciale methode hadden ontwikkeld om dus met die speer extra kracht te geven. Voor? Om te beletten dat die speer hier zo eruit gaat. Dus op die manier klemp je die erin. Dus wat ga je nu doen als je gooit? Je moet geen aanloop nemen, dat is niks nodig.
Ik kan het schrik hebben, hè? Ik doe niks. Dat zou ik erachter moeten. Dus je moet zelfs geen aanloop nemen. Je gaat gewoon in de richting staan waar dat je hoort. Ja, bijvoorbeeld. Je kunt dat serieus wat kracht doen. En hier na het, hè? Je hand, en je legt die pijl erop. Dan komen we achteruit, want je kan altijd misgaan.25 jaar voorzitter vorig jaar is dit jaar in de bloemetjes gezet en daar heb je dus nu dit jaar van de gemeente een officieel diploma van gekregen. En de gemeente heeft er nog een cadeau bovenop gedaan in de vorm van een cd 35 jaar crescendo boven. Bedankt allemaal en ik ben zeer tevreden dat wij altijd met zo'n volle bus kunnen rondrijden. Dat is ook dankzij Ida en Woudenberg die dat allemaal niet goede baan leiden. En ik zou voor de twee mensen een klein applaus. Ja. Ik ben de gewone gids. Ik mag het u even uitleggen. Ik wil het met twee vragen. Anneke opleiding. Eerste vraag is de volgende. Zitten er in dit gezelschap één of meerdere Nederlanders? Je mag het gerust zeggen hoor. Nee, je gaat straks merken waarom, hè? Tweede vraag. Hebben jullie de dolen makkelijk gevonden of was het moeilijk te vinden? Thank you.
ik kan dus niet zeggen, ik maal nu al wat bloemen door en ik zet er dat al van 5000 liter bloem op. Pand gekomen. Je bent naar hier gekomen langs een kolenmuur. De kool zit daar. Dikke pijlers, 2,30 meter, want ze zijn nog volop met hout aan het stutten. Zie je dit? Dus op uw 8 uren shift moest je 6 uren werken. Maar tussen deze gang en 200 meter rijden. Dus dit was maar tijdelijk. Die trokken ze kapot als de kool weg was. Aan de takel ging men materiaal en men liet dat ding vertrekken naar de werkplaats waar ze dan nodig hadden. Maar er liep geen ene meer mee. Je moest maar uit de weg gaan als dat voorbij kwam. De enige waarschuwing dat zo'n ding eraan kwam was dat belletje. Het was hier zeer drastisch. Daarom moest men de bodem eerst bevriezen. In 1994 werd de KNS afgeslaan en onbevolkt door de NV Mijnen. De taak van deze maatschappij was het in stand houden van de beschermde gebouwen en daarnaast ook het saneren van de mijnterreinen en het uitvoeren van CAO-verplichtingen tegenover de laatste mijnen.